VM gaf de wekelijkse briefing aan de Tweede Kamer. Het goede nieuws was dat het aantal coronapatiënten op de IC's is gedaald. 16 minder dan gisteren. Maar er was ook minder goed nieuws over het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Ook in een gebied die toch wat soberder stemt, is deze grafiek. Die geeft het aantal verpleeghuislocaties weer waar tenminste één geval van COVID-19 zich heeft voorgedaan. U ziet dat dat eigenlijk, en de grootte van de bollen geeft dan het aantal verpleeghuislocaties aan. U ziet dat dat eigenlijk de distributie volgt van de gevallen onder de bevolking. Dit is gewoon een grafiek die duidelijk maakt hoe vaak toch kwetsbaren in verpleeghuizen helaas getroffen worden door het COVID-19. Ja, Anne Wensing, ik denk dat iedereen hier ontzettend van is geschrokken van dit nieuws. En dan vraag je tegelijkertijd af, ja, we hebben ze eigenlijk afgesloten van de wereld. Ze mogen geen bezoek meer ontvangen. Hoe kan dit dan toch zo hoog zijn? Ja, mensen kunnen natuurlijk niet helemaal afgesloten worden, want ze moeten ook verzorgd worden. Daarom zitten ze ook in een verpleeghuis. En de verzorgenden kunnen natuurlijk ook virus meenemen. Er zijn natuurlijk toch ook nog andere soort van contacten in zo'n verpleeghuis. Dat is nooit helemaal afgesloten. En daarmee krijg je eigenlijk vergelijkbare infectiecijfers als met de rest van de bevolking. En ja, dat leidt natuurlijk in deze kwetsbare groep wel echt tot problemen. Ja, Joost Vullings, ik kan me voorstellen dat de Kamer hier ook heftig op heeft gereageerd in het debat vandaag. Ja, zeker, omdat het ook natuurlijk, dat horen we veel uit verpleeghuizen, dat er ook weinig hulpmiddelen zijn. Nou ja, en dan komt dit nieuws er bovenop. Het was natuurlijk al wel bekend, maar de cijfers werden nog eens heel duidelijk en hoe wrang dat is. Dus de roep om meer hulpmiddelen voor verpleeghuizen en ook voor de thuiszorg, ja, dat nam vandaag hard toe, die roep. Ja, Mona Keijzer, in 900 van de 2500 verpleeghuizen is corona vastgesteld. Ik neem aan dat u daar ook van schrikt. Nou ja, ja, want er wonen de kwetsbare mensen. Maar ja, het is tegelijkertijd precies wat u net zei. Het is niet helemaal af te sluiten. Dus daar komt ook gewoon het virus uiteindelijk dan blijkbaar toch binnen. Ja. Even, Margot Bultje, heb je vak van verpleegkundige weer opgepakt? Werk met hele kwetsbare patiënten, van deel palliatieve zorg, van deel ook niet. Eén verpleeghuis in Heerde, 14 mensen overleden in Amsterdam, 1 verpleeghuis, 15. Ja. Het is me wel wat de wereld waar je nu in teruggekeerd bent. Ja, dat is het inderdaad. Ik werk er nu 10 dagen in het zorghotel Udensduin. Ja, natuurlijk zijn daar ook al mensen overleden. Dus je komt eigenlijk in een wereld terecht met heel veel eenzaamheid. Het zorghotel is voornamelijk, er zitten ongeveer 60 mensen. En dan moet je denken aan gemiddeld boven de 70, 80 en zelfs ouder. Die komen of van een IC af om verder te herstellen. En het aardige is dan toch ook weer wel, want we hebben het nu over mensen die overlijden, maar dat er afgelopen week ook weer 3 hersteld zijn van boven de 80. Dus dat is ook wel weer een hele mooie ontwikkeling. Ja, maar dat vind ik ook prachtig om te zien. Dat is ook positief nieuws. Maar het komt wel veel voor. Want ik weet het, op een gegeven moment, we hebben een dag gehad, kwamen er gewoon 5 nieuwe opnames. En inderdaad allemaal ouderen en afkomstig van verpleeghuizen of vanuit een ziekenhuis. Of een huisarts, hè, die uiteindelijk ook denkt van, waar is nog plek? Kunnen we iemand insturen? En die worden verdacht van corona, zijn al 3-4 weken niet lekker. Worden uiteindelijk bij ons getest. En ik heb eigenlijk nog niet meegemaakt dat iemand het niet had. Dus, Joost had het net ook over het tekort aan beschermingsmiddelen. Gaan we het zo nog wel even wat langer over hebben. Maar heel veel verpleegkundigen hebben vandaag ook aangegeven dat ze gewoon angst hebben omdat dat tekort is. Had jij dat ook, die angst? Nou wel, want je gaat het werk doen. Kijk, ik ben ook al geen 50. Ik ben een 60-plusser. Dus dat is ook al, weet je wel. Maar ik denk, ik ben hartstikke gezond, lichamelijk en geestelijk. Dat kan, maar vooropgesteld natuurlijk. En dat gesprek heb je ook. Dat je goede beschermingsmiddelen moet hebben. Ja, ik heb echt wel een ochtend meegemaakt dat we in het doosje keken met mondkapjes. En dat er nog maar 3 in zaten. En wij moesten de dienst in, 's ochtends om 7:30, met z'n 8. En dan komt er een crisisteam bij en dan komt iemand, of wij hebben gewaarschuwd van ja, hoe gaan we dit oplossen? Want wij gaan er nu niet in. En dan uiteindelijk, dan komt daar toch een doos weer met nieuwe mondkapjes en hoe ze het allemaal regelen. En ook qua jassen. Ik heb alle kleuren al aangehad en sommige die zijn werkelijk, als je daar uren in loopt, nou werkelijk, het druipt van je af. Maar dat is een probleem. En ik zit hier ook eigenlijk niet voor mezelf, maar namens de hele zorg en met name voor Noordoost-Brabant. Wat is boodschap? Wat zeg je? Wat is je boodschap? Nou, de boodschap is inderdaad dat het wel zo is. Want ik vind minister Hugo de Jonge een hele aardige man. Ik weet ook zeker, iedereen doet enorm zijn best.
Maar het is dus wel zo dat er, en niet alleen bij Brabantzorg waar ik voor werk, want dat is nog steeds op tijd kwam het binnen, maar voor heel veel mensen in de zorg, maar ook in de thuiszorg, in de gehandicaptenzorg, die komen echt gewoon beschermingsmiddelen te Wat een overgang. We zagen die beelden nog even van jou als zangeres. Ja. Rechtop in de wind, showbiz, glitter. Los, ja. Ja, dat doe je nog steeds, weet ik. En het zijn twee zo totaal verschillende werelden. Hoe is dat om daarin terug te zijn? Weet je wat het is? Toen ik natuurlijk al zong in een band en in een orkest, toen zat ik eigenlijk ook al in de verpleging. En dat was al heel heftig, want dan was ik uitgewerkt op mijn 21ste. En ik zat in een band om 6:15 en dan stond een grote bus met de jongens van de band te tuteren. En dan pakte ik mijn broodtrommeltje met brood op weg naar een optreden. Dus ik ken het verschil, maar het is inderdaad een enorm verschil in beleving en in werk. Je kunt het niet met elkaar vergelijken. En vroeger vond ik juist het zware op in het ziekenhuis. En dan had ik net iemand, was overleden. Dan was het op de bühne, dan kon ik weer knallen en vergat ik het. Nu ben ik ouder. Ik heb veel meer meegemaakt. Ook nog in hospices gewerkt in mijn vrije tijd. Ik vind het zo mooi dat ik dit kan doen. Ja. En ik zing ook af en toe met ze. Ja, dat kan ook niet anders. We gaan daar zo meteen nog uitgebreid met jou over praten. Marga, Anne, we hadden natuurlijk ook goed nieuws. Hè? Voor het eerst een daling van het aantal coronapatiënten op de IC. 1408 zijn er 16 minder dan gisteren. Premier Rutte hoorde ik al zeggen in het debat. Dan heb je even zo'n moment. Had jij dat ook? Ja, absoluut. We hebben natuurlijk heel erg hard van tevoren gewerkt. Ik heb dat toen al eerder uitgelegd aan die pandemieplannen. En als je dan nu ziet dat eigenlijk in samenwerking met alles wat we aan voorbereiding hadden getroffen en de bevolking, want iedereen doet mee hè, aan dit. Dit is echt een gezamenlijke effort in Nederland. Ik denk dat het wel goed is om te benadrukken dat we nu zien dat die piek niet doorschiet naar een moment dat we niet kunnen handhaven. Ja. En ja, dat op dit moment is dat wel heel prettig. Ja, ja. Absoluut. Jaap van Dissel heeft ons natuurlijk vanochtend weer bijgepraat. En hij liet ook grafieken zien over immuniteit. En toen zat ik op het puntje van mijn stoel. Je ziet dat patiënten, want dat betreft dit allemaal, na enige tijd nadat de klachten zijn geweest, antistoffen opbouwen. Maar je ziet ook dat een aantal van de patiënten eigenlijk maar heel matig reageren. En met name degene weer met milde klachten lijken lang niet altijd hoge concentraties antistoffen te maken. Wat meteen eigenlijk al betekent dat het straks dus complex wordt om te interpreteren of iemand die alleen maar milde klachten heeft gehad, ook immuniteit heeft opgebouwd. Van het puntje van mijn stoel gleed ik er vanaf. En dacht ik, in een negatieve zin. Ik kreeg hierbij echt gevoel, nee. Waarom krijgen we nu dit nieuws? Want mijn gevoel was echt, als ik een milde vorm heb gehad, ben ik immuun, kan ik weer terug in de wereld en gaan we die groepsimmuniteit opbouwen. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Nou, ik denk dat je nu iets te snel gaat. Ja. ik had een buurman die zei, laten we iedereen een paspoort geven die het gehad heeft. En dan kun je weer de wereld in. En dat hopen we natuurlijk ook dat dat straks zo zou kunnen. En wat wel zo is, wat we nu zien, is dat mensen die milde klachten hebben het eigenlijk langer doen om de immuniteit op te bouwen. En niet iedereen komt daar met de antistoffen op dezelfde manier als iemand die bijvoorbeeld een hele heftige ziekte heeft doorgemaakt. Maar immuniteit is niet alleen antistoffen. Immuniteit komt ook van cellen. En of mensen daadwerkelijk straks wel of niet beschermd zijn, kun je op basis van deze data niet zeggen. Alleen er is nu wel een pas op de plaats. We weten dit nog onvoldoende. We hebben nog mensen, de ziekte is nog pas net in ons land en eigenlijk pas net in de wereld. We hebben nog niet heel veel mensen die dat een jaar geleden hebben doorgemaakt. Dus we zullen echt moeten leren van meer observeren en vooral veel meten. En het is dus niet zo dat we nu kunnen zeggen van iedereen heeft hele hoge antistoftitels. Maar om het om te keren, maar te kan zeggen, je wel zo sterk je hebt geen immuniteit. Ja. Dat kan je niet zomaar zeggen. Nee. Dus je kan, maar je kan je wel zo stellig zeggen van als je een milde vorm hebt gehad, ben je ook minder immuun dan als je een hele heftige variant hebt gehad. Dan ben je dus ook heel erg immuun. Nou, het probleem is dat sommige mensen die milde vormen hebben, hebben wel een hele sterke immuniteit opgebouwd en andere mensen minder. En hoeverre die mindere immuniteit beschermend is, dat weten we dus nog niet. Hè? Nee. Daar moeten we echt nog wat meer over leren. Maar het maakt het wel moeilijk om allerlei testjes die zo beschikbaar zijn, om die goed te interpreteren. Ja. Want die testjes kijken niet naar de hoogte van de antistofrespons. En over welke testjes heeft u het dan? En over de zwangerschapstestjes. Hè? Ik weet niet of jullie iets in beeld hebben, maar dat zijn dit over de zelftesten, de sneltesten. Ja, die zien eruit als een zwangerschapstest. Ja. Ja of nee? Ik moet dus heel eerlijk zeggen dat ik die dus heb besteld. De zwangerschapstest, toch? Nee, daar ben ik vanaf, als het goed is. Dat is waar. Ik heb twee prachtige kinderen. Maar ik kreeg dus van een vriend
het doorgestuurd. Ik heb dan wel een test die ik nog terug moet sturen naar een lab. Maar goed, er zijn inderdaad, dat hoorde ik Jaap van Dissel ook zeggen, ze schieten als paddenstoelen uit de grond. En mensen hebben daar behoefte aan, begrijpt u dat? Ik denk dat ik een milde vorm heb gehad. Ik wil graag weten of ik immuun ben. Ja, daar is ontzettend veel behoefte aan. We moeten ons goed realiseren. Wij hebben ook mensen op andere virussen getest in deze periode. Als we bijvoorbeeld keken naar onze medewerkers, van de mensen die klachten hadden, die hadden maar 10% had, of minder zelfs, het COVID. Er zijn heel veel mensen die iets anders hebben doorgemaakt. En het probleem is dat sommige testjes zijn heel goed, maar andere testjes zijn minder goed. En testjes kunnen vals negatief zijn. En sommige testjes zijn ook niet helemaal specifiek voor het coronavirus. Ze kunnen ook vals positief zijn. Kun je het nog terugsturen? Ja, ik wil nou het zeggen. Ja, wat jij hebt gedaan is een test die naar een laboratorium gaat. Ja. Het is echt wel, het is een kunde om dit te kunnen interpreteren. Ja. Dus eigenlijk biedt dat misschien meer kans dan inderdaad het zelf op deze manier thuis doen met een bloeddruppel. Hè? En dan zelf moeten interpreteren door middel van de streepjes of het wel of niet. Je denkt dus dan waarschijnlijk als het positief is, nou prima, ik kan de wijde wereld weer in. En dat hoeft dus niet zo te zijn. In veel gevallen zal dat wel zo zijn, hè, maar we weten dat niet. Ze kunnen sommige iets minder specifiek zijn, omdat ze ook op andere coronavirussen reageren. Maar met name ook zijn sommige testen wat laag in hun sensitiviteit. Dat betekent dat je het wel doorgemaakt zou hebben, maar dat de test dat niet aangeeft. Maar maakt het vergelijk met een zwangerschapstest, dat is ja of nee. Je bent niet nooit een beetje zwanger, maar je kunt wel een beetje immuun zijn. In dit geval. Ja, zo zou je het een beetje kunnen vergelijken. Zo zou je het een beetje kunnen vergelijken. Maar snapt u de frustratie die ik had? Dat ik dacht, we weten dus nog steeds dan niks. Wanneer hebben jullie genoeg data verzameld in dat onderzoek? Bijvoorbeeld wat het Erasmus doet. Om te kunnen zeggen, ja jongens, want ik heb het gevoel dat hier alles van afhankelijk is. De economie, maar ook het sociale contact. Dat ik weer naar mijn ouders kan. Het hele beleid van het kabinet. Alles. Nou, als je ziet, er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan. Ik kan het bijna niet bijhouden. Hè. Het gaat ontzettend snel. Elke dag zijn er tientallen nieuwe wetenschappelijke publicaties die onder ogen komen. Dus er gebeurt wel heel veel. Maar sommige dingen heb je gewoon grote aantallen voor nodig. En ook het tijdsduur. Immuniteit gaat echt over, dat bouw je op over tijd. En dat soort dingen zijn gewoon niet heel snel. En dat kan bestrijden toch ook? Dat je immuun bent, maar dat je in de loop van de tijd dat weer wat minder krijgt. Elk virus heeft eigenlijk weer bouwt zijn eigen immuniteitsprofiel op. Ja. Dus het is niet van het ene virus hetzelfde. Als we kijken naar de seizoenscoronavirussen, zien we vaak dat mensen wel een enkele jaren wel immuniteit behouden. En dat hopen we natuurlijk hier ook. Ja. Ik herinner mij, Mark Rutte, volgens mij was zijn eerste persconferentie hierover op 12 maart. Die zei, met 50% informatie moeten we 100% beslissingen nemen. Als ik dit zo aanhoor, denk ik van, die Mark Rutte haalt de 50% helemaal niet. Want we weten, dat is geen verwijt, maar we weten ook heel veel, hoor ik nu weer, heel veel niet. Nee, maar dit is eigenlijk niet anders dan voor andere virussen. Dus dit is niet zo onbekend. Maar deze is wel akelig. Ik weet niet waar de 50% precies over ging. Maar er zijn natuurlijk sommige dingen, omdat het een nieuw virus is, kun je gewoon nog niet weten. Wat denkt u, Mona Keijzer, als u dit hoort? Ja, het is voor mij niet nieuw. Ik ben op zichzelf niet verbaasd. Wat door mijn hoofd heen gaat, is dat we zo gewend zijn met z'n allen dat dingen maakbaar zijn en planbaar zijn. En dat we nu met z'n allen in een tijd terechtkomen waarin dat niet het geval is. Ja. En dat is voor ons allemaal ongelooflijk wennen. Ik heb die testjes niet besteld. Ik hou me vast aan Jaap van Dissel, het RIVM en Hugo de Jonge. En dan maar afwachten wanneer er op een gegeven moment vaststaat dat dit zijn de juiste testen. Ja. Die ook vanuit de diensten naar ons allemaal toekomen. En dan laat ik me testen. En tot dat moment ben ik in onzekerheid. En dat zijn we eigenlijk allemaal. Ja. En dat kan dus nog heel lang duren. Margot, wat wou je zeggen? Nou, ik wou zeggen dat ik me wel voor kan stellen, omdat die testen er zijn, wat jij dus ook gedaan hebt, dat heel veel mensen nu denken van ja, goed of niet goed, ik ga het bestellen. En ik ga dat toch doen, ook door onzekerheid. En dat ze iets hebben van, nou, wat het kost, kost het. Maar ik heb in ieder geval een aanwijzing. En het idee, wat jij ook zegt, dan kan ik misschien toch weer naar mijn moeder toe. Maar de vraag is dus of je dan goed geld besteed hebt aan iets wat geen duidelijkheid geeft. En dat je dan toch een risico overbrengt.
omdat je denkt van nou, deze test geeft aan dat ik veilig ben, terwijl dat niet zo is. En dat is waarom ik heel erg terughoudend ben met dit soort... Wat is het algemene advies? Nou, als paddenstoelen schiet ze uit de grond, je kunt van alles kopen. Wat zou het algemene advies zijn? Mensen hebben natuurlijk de wens om dit te weten, hè, zoals jij ook heel duidelijk aangeeft. Ik denk dat het heel goed is, er is in Nederland een taskforce opgericht om dit allemaal tegelijk, hè, in een groot verband naar die testen te kijken. Want niet alle sneltestjes zijn per definitie niet goed. Mm-hmm. Hè, en om echt te kijken van welke testjes zijn waardevol om welke vragen te beantwoorden. Waar vinden mensen die informatie? Die zal zeker via het RIVM beschikbaar komen. Okay. Die is er op dit moment nog niet op de schaal dat je het thuis zou moeten doen. Ik ga hem doen en ik ga goed kijken of die betrouwbaar is. Dank u wel. De hele Tweede Kamer wil dat er heel snel een oplossing komt voor het enorme tekort.